Er was er straks al een fotograaf. Die was helemaal aan het eind van het pad daarboven. Was hij de zonsopkomst was die aan het fotograferen. Wow. Nu dachten wij eventjes dat we de auto daar neer konden zetten. Want we zijn hier met twee man. Maar ik moest helemaal doorrijden tot hier de parkeerplaats. En toen moest ik hem hier neerzetten. Wow. Dus dat is wel grappig eigenlijk. En toen ik kwam was er hier zo'n heel vaag gastje met een schuine kentekenplaat. Terwijl ik hem er neerzette, reed hij weg. Oh, er gebeuren hier dingen, jongens. Af en toe, dat wil je niet weten in deze bosgebieden. Oh. Dit is trouwens dat stuk dat ik die dieren gezien heb. Dat was hier trouwens. Oh. Best wel vaag eigenlijk, want nu is opeens de bossen overal nat en vochtig, zeg maar. En het heeft behoorlijk hard geregend. Kijk, hier zie je het nog. De waterplasjes. Wow. En de aantasting van de zwijnen. En dit is waarschijnlijk van vannacht. Ja, dat is van vannacht zo te zien. Ze hebben echt hele stroken omgehaald. Ook wel apart dat ze die kanten van de weg opzoeken. Misschien is dat voor hun makkelijker om te woelen of zo, omdat er een stuk beton tussen zit of asfalt. Wow, die nevel in het bos. Kijk, en ook hier. Wow, wat is hier gebeurd? Kijk dan. Mijn camera kan het gewoon niet pakken, zo groot is het. Dit hele gedeelte hier is gewoon helemaal aangetast. Ze hebben de hele stok eruit gehaald. Ja, en hier kun je wel eens bijzondere dingen vinden van vroeger. Want wat omgewoeld wordt, dat komt naar boven. Ah, het eerste wielrennetje komt er al aan. Nou. Ah, kijk daarachter. Mistbanken. Kijk, daar gaat hij. Helemaal naar boven toe. Ah, kijk. Daar komt hij. De zon. En dan zul je denken van, oh, hier is hartstikke dichte mist. Ja, rij tot daaraan, boven. Tot dat stuk, zeg maar, want daar loopt een weg. Rij ongeveer 300 tot 400 meter verder die kant op. En je krijgt een superblauwe lucht. En er is geen mist te bekennen, heb ik net gezien. Dat is gewoon niet normaal meer. Maar kijk, het lost dan op. Kijk, hoe sneller gaat, zag je dat? Wow, dat gaat super snel nou. De zon die brandt het gewoon weg. Oh, ik hoor de appelvink. Die is ook alweer bezig. Oh, lekker fris buiten. Wow. Dit was hier ergens, dat stuk. Dat was volgens mij hier zo ergens in dit gedeelte. Hier hebben ze natuurlijk ook weer wat weggehaald. Als je daar vroeger met de auto voorbij reed, leek net of dat er iemand met een stelttent zat. En dan moest je echt stoppen en dan ging je terug en dan... Oh, het was weer een boom, weet je. Op zo'n manier ging dat altijd, wow. En niet alleen ik, ook iemand anders die nog in de auto zat, hè. Die zei ook stoppen, er is wat. Ik zei, er is niks, weet je, wow.
valt mee met de herfstkleur, jongens. Kijk. Wat is dat dan? Oké, mensen. Dat is altijd zo grappig, jongens. Ze verliezen gewoon de schoen. Hoe wou je dan thuiskomen? Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Even kijken hier. Hé. Hey. Ah, kijk. Het heeft gespoeld door de regen. En waarschijnlijk is er hier niemand geweest vannacht. Wat gebeurt daar? Wow, die viel iets heel zwaars uit de boom. Huh? Oké, wat was dat? Het leek op een kastanje, maar dit is zeker geen kastanjeboom. Even kijken hoor, wat hier op de grond allemaal ligt. Nee, hier liggen allemaal eikels, zeg maar. Wow, geen idee. Kan natuurlijk ook een stok zijn geweest. Wat is hier gebeurd? Kijk dan. Oh, wacht. Hier hebben de zwijnen ook huis gehouden. Het kan zijn dat ze op zoek zijn naar die eikels die hier overal liggen. Oké, we gaan eens even deze kant heen kijken. Wow. Gewoon welke maat zou het zijn? Wow. Grappig, jongens. Even kijken, wat is dit? Spinnenwebben. Je ziet het, er staat een heel erg klein beetje wind. Bijna niets eigenlijk. Ik weet maar nooit of de dieren staan. Dit is wel altijd de plek waar we regelmatig beesten hebben gezien. Vooral hier zo een beetje in die donkere stukken hier zo. En als je dan stopt met de auto en je gaat eruit, dan kijken ze wel een beetje op, maar ze blijven toch staan in dit gebied. Ja, dat was hier, was dat. Kijk dan. Hoe dat eruit ziet. Oh, hebben we dat net op beeld? Dan niet. Nee, er vloog net een roofvogel weg die kant heen. Even kijken. Het is verder gevlogen. Ai, kijk, parasolzwammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stuks bij elkaar. Gaaf. Wel heel mooi om te zien.
beetje te kijken, maar alle eikels zijn er al af eigenlijk. Ik zie er eigenlijk geen één meer aan zitten. Oh, gaat best nog redelijk hard. Kijk dan die boom daar. Als we heel eventjes kijken, we hebben hier een poos geleden hebben we hier een meting gedaan. En dat moet dan op. Moet hij iets verder naar boven gaan. En dan moet dat dan dit punt zijn. En als je dan hier even kijkt, klopt de coördinaat? Ja. Dan moet je een kleine berg tegenkomen naar die kant. Dan moet dit hem zijn waarschijnlijk. Hey. Hallo. Je hoort het al, er is activiteit. Mensen op de fiets komen voorbij, hoor. En ook hier heel duidelijk, paddenstoelen.